komt nu. Ja. Ik heb nu afgelopen 10 jaar met Marcel samengewerkt in verschillende manieren. Een van de manieren die de meeste indruk heeft gemaakt, de rol die Marcel heeft vervuld in het talentprogramma voor zo'n 150 talenten van Capgemini. Waarin hij verhalenderwijs de reis van de held heeft gebruikt om onze talenten te verleiden om meer verhalen te presenteren. En wat daar denk ik vooral in achterblijft is het verhaal van de springmuis met de heilige bergen en het saliebosje. En dat is gewoon bij al die mensen die, als je ze nu vraagt, weet je nog van Marcel van der Pol, dan zullen ze zeggen, ja, dat weet ik nog exact. En ik zit soms nog steeds in dat saliebosje. Hij heeft ook onze trainers getraind, de trainers van de Capgemini Academy. En zonder uitzondering alle lof voor de bijzondere manier waarop Marcel zichzelf presenteert en anderen weet te inspireren.